dit. Oh. Ja, zet u dan recht, hè. Ik moet hier mee doen, dat is correct. Ja, het is hier een duidelijke relatietest. Welkom bij onze nieuwe video. Mijn naam is Michiel. Mijn naam is Sleen. Mijn naam is Jaapie. Mijn naam is Bram. Mijn naam is Ize. Mijn naam is Laura. En vandaag gaan we letterlijk kijken wie de sterkste relatie heeft. Want de challenge is wie als laatste zijn vriendin loslaat, die wint. Ja. Dus straks gaan de mannen de vrouwen optillen. Ja. En het is gedaan zodra een vrouw met een lichaamsdeel, handen, voeten, nagels, haar, de grond raakt, dan lig je eruit. En we hebben ook Bob. En Bob die gaat filmen vandaag, zodat alles eerlijk verloopt. En goed filmen, hè Bob? Ben je vorm? Voor hoeveel likes gaan we? 10.000. 1000, 20.000, 30.000, 31.000 likes. En laat ook weten in de reacties of jij een liefje hebt of niet. Of een crush. Oh, een crush. Ja. Of voor een tweeliefje. Bob, oh, Laura vraagt of Bob een lief heeft. Ik denk dat je een nieuw liefje hebt. Ja. Marie. Anyways, voor we aan de challenge beginnen, hebben we eerst wat opwarming nodig. Dat is waar. En ik ben wel benieuwd. We gaan bij Bram en Ize beginnen. Bram, stel ik zeg tegen jou, je moet Ize zo lang mogelijk vasthouden. Hoe zou je Ize oppakken? Dan ga ik voor de nek toch wel doen. Nek? In die nek? Schade! Oké, probeer maar. Dat is de makkelijkste weg. Oh, Bram. Oh, daar haalt hij. Oh. Dat is wel eng. Dat is toch niet de makkelijkste? Nee, dat denk ik ook niet. Ik denk op de rug. Dat deze wel zo van. Maar nee, op de rug dan glij je zo achteruit. Maar en ik nu kan dus... Oké. Okay. Jasper, wat is voor ons? Ik was ook aan het denken aan de nek, maar ik zal wel iets anders nemen. Uh-oh. In je rug. En dan moet je gewoon je benen zo kruisen. Oké. Dit is niet handig. Maar je bent al aan het rillen, hè? Nu gaan we beginnen aan de echte opwarming. We gaan pompen met onze vriendin op onze rug. Die kan je pompen. Ja. Oh. Nee, Jasper, pompen, hè? Wat is dat? Wat is die handig? Oké, ik heb trouw. Kijk. Zelfs in één keer. Ik dacht dat ik ging er gewoon op zitten. Twee maakjes. Hoeveel? Ja, hoeveel zeg ik? Eigenlijk kan ik dit 100 keer maar van mijn kracht eraan sparen. En nu is het tijd voor de tweede opwarming. Nu gaan we kijken of de meisjes de jongens kunnen dragen. Wat? Ja, voilà. Ja, ja, dat kan ik ook. Kunnen dragen? Gaan wij beginnen? 3, 2, 1. Ja, Cyril is sterk hoor. 1, 2, 3. Oh, easy. Hoppla. Oké, dat doen we zo de challenge, hè? Wie als laatste. Ah, we zijn begonnen! Nee, we gingen voor 30.000. 31.000. Zo kunnen we toch makkelijk blijven zitten? Ja, ik denk hoe dat jij nu staat in de rug. Wat doe je dan niet? Ik doe dat niet op mijn nekken. Hoe zit jij hier? Ze zijn geslaagd, toch? Ja, ze zijn geslaagd. Misschien kennen jullie die yoga-pose wel. Dat er iemand op de grond ligt, die doet zijn benen omhoog en de andere persoon moet zweven. Ah, vliegertje. Tafeltje, vliegertje. Bram werkt totaal niet in het lager onderwijs. Laura heeft een probleem. Nee, ik zat vast in mijn haar. Ik heb veel haar nodig. Door die ring. Zo, hè? Ja. 1, 2, 3. Ajoppa. Oh, ja, oké. Okay. Ja! Ik heb mijn boekje. Oh, pas op. Benen strekken. Ja. Mooi. Ja. Jasper kan makkelijker poppen. Dat is één poppen. Sorry, ik ga vliegen. Ja, maar ja. Dat is eerlijk. Zijn kan dat niet. Oh! Ja, poppen. Crash. Oké,
Oké, nog één keer de regels. De mannen dragen de vrouwen. Zodra een lichaamsdeel van de vrouwen de grond raakt, leggen ze eruit. Tijdelijk. Bob, focus. Jij bent jury, niet alleen cameraman. Wij zijn ook jury. En als je naar het toilet moet? Als je naar het toilet moet, ja. Allemaal. Alles samen. Ja. Alles wordt wel duidelijk. Maar nee, Dat is niet waar. Mijn teen, man! Los nu Bram is op de grond. Of dat is op Bram zijn teen. Maar hé, Bram, kunnen we beginnen? Ja. Die staat nu op mijn teen. Het wordt een echte relatietest vandaag. Ze maken nog altijd ruzie. Maar, kunnen we eindelijk beginnen? Maar Jasper, de eerste. Maar, hoezo? Oké, Jasper gaat naar het toilet. 5 minuten pauze. 3, 2, de challenge is begonnen! Ik voel me supergoed. Ik zit hier op mijn gemak. Op je schouders zou ik niet zo goed zitten, want dat is wel heel hoog en dat vind ik niet zo leuk. Ik geef de camera aan Ise, want daar is er echt veel. Ik zit nu op de nek van Bram. Dit is het beeld. Oei, wat zijn ze aan het doen? Ze gaan al switchen. Bob, wil je de camera eens aan Jasper en Laura geven? Thanks. Jasper wou niet meer dat ik op zijn nek zat, omdat het pijn deed. Dus zijn we verwisseld. Voor we naar de eerste challenge gaan, heb ik wel dorst, dus we gaan eerst eens drinken. Dat is goed. Let's go! Bye! Ik hoor al ruzie. Bij Jasper en Laura is het al ruzie. Wij moeten gewoon blijven lachen. Ruzie, ja? Baby. Ja, Jasper en Laura, kijk. Er zit een haar aan de boter. Er zit niet alleen een ring in het haar, maar ook een haar in de boter. Of een pruik. Laura die hangt nog maar 20 centimeter boven de grond. Maar ik zweet mij kapot. Leunen mag wel voor alle tijdelijkheid. Okay. Ja, kijk naar Jasper. Die staat er al een half uur aan de toon. Het wordt een heavy challenge en straks wordt het alleen maar zwaarder. A few moments later. Kijk naar jullie zitten. Jullie zijn van zo normaal. Maar kijk naar mij. Ja, zet je dan recht. Ik moet hier mee doen dat Jasper. Ik moet meer mijn beenspieren gebruiken dan hij, hoor. Ja, het is hier een duidelijke relatietest. Ja, poepie. Ik hoop dat Semi er het beste uitkomt. Maar je hebt toch de grootste rug. Ah, poepie. Nu gaan we zo beginnen. Ik heb de grootste rug. Semi heeft veel te veel. De challenge is binnen de 40 seconden naar boven en terug. Bob heeft net gezegd dat 40 seconden veel te snel is. Dus binnen de minuut. 3, 2, 1, go! Spannend, toch? Stop! 25 seconden. Laat ons zeggen dat wij doen binnen de 30 seconden. Wow! Oh, bordjes hoor. My way! Naar beneden gaan we wel echt stilstaan. Ja! 26 seconden. Go! Oh, 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 oh. What? Ja, 10 seconden. Jasper is al helemaal aan het zweten. Oh, wat gebeurt er hier? Hallo? Ze beginnen hier af te zien. Bij mij lukt het. Nee, alsof er een spons op mijn rug ligt. Ah, ligt er niet zo bij mijn rug? Nee. Ah? Ik zei het doen. Je gaat wel het zweet is. Bram, zijn hoofd is echt even rood als een tomaat. Ja, goedendag. Hallo, lieve kijkers. 1 minuut lang op 1 been staan. Wie niet slaagt, krijgt een straf. Dus Bob, jij zegt start en stop. Dat ruikt. Druk ook op de abonneerknop. En dat is stop. En zo wordt deze video geen flop. En klimmen we nu naar de top. Wauw. En dan geven we een lap op. Let's go. Yeah. Nog eentje, nog eentje. Nog eentje? Nee, het is tijd dat ik stop. Oeh. Ik lust geen job. Ja, dat is ook waar. 3, 2, 1. Ik ben af! Nee, niet meer! Ja, Bram! Ah, ah, nee! Nee! Ja, wij kiezen de straf alleen als nee, hij heeft nog 1 minuut. Ik was aan het lachen met Bram!
Oh, nee. Ja, wie ligt er? Oh, oh, oh. Bobbelander. Dijf. Oh, oh, oh. Oh, stop, stop. Nee, dat is gedaan. Dat is gedaan. Nee, nee, ik was toch duur. Nee, hij zei stop. Die duw is aan die gedisqualificeerd. Oh. Je was al dood, hij stond gewoon in de weg. Oké, okay. Wij stonden in de weg. Oké, jullie mogen een straf kiezen voor ons. More moments later. De straf van Jasper en Laura. Ik vind het wel een goede straf. Hier liggen twee appels. Bram en Ize, Celine en ik moeten 5 rondjes draaien, heel snel. En in een rechte lijn de appel komen halen. 3, 2, 1. Snel, hè? Wel snel, hè? Ja, 1. Hier, nog eentje. 5, ja, Bram. 5, kom maar. Amai. Nee, ik ben echt aan het draaien. Kom maar, wij gaan stoppen. Ik ben echt mijn aan het poepie is echt, zijn ook zoals, dat is 5er. Jasper zijn hoofd. Maar ik vind het niet vermoeiend, maar ik zweet gewoon echt snel. Het begint echt door te wegen nu, maar het is tijd voor de volgende challenge. Kom op. Achter ons staan 3 tafels. De vrouwen moeten alle stoelen op tafel zetten. Het duo dat als laatste alle stoelen op tafel heeft staan, dat duo krijgt een straf. De mannen mogen de stoelen niet aanraken. Iedereen is klaar. 3, 2, 1, go! Oh, oh. Oh, nee, nee, nee. Oh, wij hebben er 3. Wij hebben er 3. Nee, ja, die blijft liggen. Het is moeilijk, hoor. Oh, nee, nee. Ja, 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 ja. Oké, let's go. Ik val. Kom op. Oh, we zijn er weer. Oh, die is aan het vallen, Wacht, dat wordt. Ja, is goed. Oké, en nu die heren erop. En we zijn er, kom op. Als die blijft staan. Die staat een beetje naar achter, Ja, goed. Die staat net. En nu deze met 2 handen erop zetten. Die stoel blijft niet liggen. Oh, laat eens los. Jawel, laat los. Ah! Wow. Ik ben echt kapot. Respect, want ik ben het al van zweet. Okay. Bram en Ize zijn zo aan het rusten daar. Respect, man. Respect. Maar die stoelen die kunnen ook net erop. Nu is het even tijd om te rusten hoor, want het komt niet goed anders. Deze challenge is extreem. Ik heb zoveel zin om jullie gewoon zo. Maar als je oh, ik kan straks ga je echt zoveel deugden. Dat gaat niet normaal zijn. Maar mijn rug die gaat getraind zijn, wauw. De verliezers kregen dus een straf. En dat is dat Bram en Ize vanaf nu een andere houding moeten aannemen. Ja. Ik wil eraf, maar ik mag niet van Bram. Ja, Bram is een doorbijter, hè, Ize? Bob moet Bram zijn broek optrekken. Ja, bedankt. Ja? Oh, wacht, hoe gaan we dat doen? Ik doe zo. Ja, pas op. Ja, Bram is wel echt een doorbijt. Oh nee, je kop kwijt. Oh, damn. Respect hoor, Bram. Oh, zijn hart is al aan het bibberen. Het trilt al. En ik heb slecht nieuws voor Celine, voor mijzelf en voor Jasper en voor Laura. Want de redactie heeft net doorgegeven dat de volgende challenge is dat we van pose moeten veranderen. Wow. Dus ook wij moeten dit. Moeten zij dan ook doen? Redactie. Zij moeten ook nog eens veranderen. Maar wat kun je nog anders doen dan dit? In de nek zo schuin houden wat Celine en ik in het begin deden. Kijk maar naar dit. Oké, dit is niet handig. Jasper en Laura gaan als eerste. In de nek, maar dat gaat echt zwaar worden op de benen en de schouders. Wow. Je hoeft voeten sterk. Oh, het doet deugd. Nee, dat gaat niet. Kunnen wij ook in de nek of... Nee, dan ben ik weer 3 meter hoog. Ja, Celine heeft hoogtevrees als ze met nek zit. Wij gaan ook doen zoals Bram en Ize, want we zien niet echt een andere optie. Zo, draai. De grond niet raken. Oh, oh. Klimmen. Ja, wacht, waar? Heb je? 3, 2, 1. Wauw. Nu begint het echt zwaar te worden. Ja, Bram en Ize moeten nog wisselen van pose. Oh, oh. Ze zijn er. Nee. Nee, ik ga het begeven. Veel succes nog. Oh. Aan beide koppels. Oh. Yes. Ik wil dat ook. Je hebt dat goed gedaan. Ik ga dat thuis. Doe jij Jasper? Oh, dat doet goed. Ja, mij. Wow.
Wauw. Pief, pief, pief. Hi, Rusland. Dat werkt niet normaal gezien. Als goede vriend zeg ik ja, Jasper, het mag. Nee, ja. Je mag wisselen, Jasper. Nee, het is goed. Ga je zo blijven staan? Het is gefocust, hè. Finale challenge voor jullie. Jullie gaan vanaf nu op één been staan. En wie als laatste op één been blijft staan, is de winnaar van deze. Ja, maar ik wil wel een pose wisselen. Ja, jullie beslissen de challenge, maar ik kan echt niet meer landen, zeg. 3, 2, 1, go! Mooi. Het gaat vlot. Goed zo. Ze trillen allebei. Oh, 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 oh. Ah! Oh, deze is wel zielig. Sta alsjeblieft terecht. Ça va? Dat was echt een klappen. Wat was dat? Hattie, ik weet niet wat te vallen. Je bent echt gewoon... Je was echt een harde klap. Maar Michiel stond zo. Ja. Ah. Was dat dezelfde plaats als dat gebroken was? Ja, maar het is oké. Zeker, dat is van de slag. Oeps. Kunnen we de video afsluiten? Oh ja, dat goed gedaan, ja. Ik had niet verwacht dat ik op de grond ging vallen. Nee, ik had ook niet. Sorry, maar dat is niet natuurlijk. Maar ik wil blijven staan. Ja, maar je hebt het goed gedaan. Ik ben trots. Ik ook op jou. Oh. So cute. Jasper en Arne. Jullie bedankt om te kijken. Wij gaan nu slapen en wij zien jullie gewoon in de volgende video. Peace. En dit is de schouder van Jasper. Wow. Het was wel echt een gekke challenge. Been. Eén like is één steun voor Jasper. Dank je wel.